Panianol Bormans is een bedrijf dat al 4 generaties lang gespecialiseerd is in het verhandelen en verwerken van in de natuur gevangen wilde paling. De vernieuwing hield in dat wij enerzijds vooral gestart zijn met een opwaardering van het product zelf, de paling. Daarna zijn wij het beginnen digitaliseren in die zin dat wij de paling aanbieden via een webshop. We hebben beslist om over te gaan tot het aanbieden van paling via een webshop om eigenlijk een breder publiek aan te spreken. Er is een zekere drempel toch in België dat moet overwonnen worden om voeding via internet aan te kopen. Maar we werken toch meer en meer dat die bestellingen wel degelijk binnenkomen. In een nicheproduct zoals het onze is het vooral zeer belangrijk om te luisteren naar de wensen van de klant en daar zo goed mogelijk op in te spelen. Dus er is een enorm aanbod aan verschillende soorten paling en net voor elke klant op zich, of dat nu een marktkramer is of een particulier, elke persoon op zich heeft een specifieke eis. En het is de kunst om die eis net te kennen en daarop in te spelen. En het product te matchen met de klant. Mijn raad is om je op juiste momenten door de juiste mensen te laten begeleiden. En daar helemaal geen schrik van te hebben. In die zin dat ik heel nauw samenwerk met mijn boekhouder, mijn advocaat, mijn raadgever. Die raadgever kan bijvoorbeeld een andere ondernemer zijn of iemand uit een andere sector of zelfs familie. Een vierde generatie heeft zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat je een expertise meekrijgt en de ambacht meekrijgt. Maar het nadeel is natuurlijk dat je met een dispersie zit van een heleboel aandelen. En om die allemaal terug te vergaren, kost het enorm veel moeite. Mijn broer Wim die is er ondertussen ook bijgekomen. Wij doen eigenlijk alles samen. En naar zelfkennis toe weet ik van mezelf dat ik net iets te toegankelijk ben. En mijn broer Wim die is dat niet. Dus op veel posities scoort je beter dan mezelf. En wij weten dat ook. Je bent ondernemer en je wilt zelf ondernemen, dus zelf dingen leiden en zelf dingen creëren. Maar op veel van die punten die bij die creatie komen, is het zo dat er iemand anders net daar beter scoort. En het is de bedoeling dat je daar iemand kan zetten en iemand durft zetten die dat beter is dan jezelf. Een van mijn dromen als ondernemer zijn is om helemaal weg te stappen van die paling en iets heel anders te proberen. Dus in een heel andere sector. En ik denk dat dat eigen is aan een ondernemer om dingen te ontdekken en creatief te kunnen zijn.